psycholoog, neurowetenschapper en oprichter van Lilith en Brain Center te Diest. Een bedrijf dat zowel particulieren als organisaties ondersteunt in psychosociaal, van die moeilijke woorden altijd, dat is typisch voor die presentator. Psychosociaal welzijn en het versterken van leer- en prestatievermogen. En met de nieuwste therapeutische inzichten en revolutionaire hersentechnologie haalt ze het beste in mensen naar boven. Wil je je goed voelen en je talenten en creativiteit maximaal ontwikkelen, wel dan moet je bij haar zijn, bij lilith.be. En dan heb ik het natuurlijk over Hannelore Knuts. Goedenavond. Deze man houdt het voor de presentator iets gemakkelijker, niet tegenstaande zijn belangrijke job als buitenlandse journalist, freelance en vooral voor buitenlandse zaken. Dames en heren, David Stulens. Ja, en een verkiezing die organiseer je natuurlijk niet zonder sponsors. En een van onze hoofdsponsors vanavond, dat is EMP Construct in Heusden-Zolder. Uw partner voor industriebouw en industriële woningbouw. Toonaangevende realisaties dankzij een buitengewoon technische expertise. Duurzaam en vakkundig afgewerkte projecten. En dan moeten we natuurlijk bij EMP Construct zijn. Dames en heren, Stefan Hennekens. Ja, en dat ze heel wat mooie kleding in haar winkel hangen heeft, want dat hebben we er straks al gezien. Zaakvoerster bij Dames en Heren Stratford in Beringen. Ze weet als geen ander hoe een dame er elegant, klassevol moet uitzien. En daarvoor hebben we ze natuurlijk ook uitgenodigd vanavond. Tijdens de voorstelling van de kandidaten heb je al heel wat moois te zien gekregen van Stratford uit Beringen. Dames en heren, Mirjam Roggen. Als de volgende dame, wel die voorziet deskundige zorg bij u thuis, afgestemd op uw wensen. Zaakvoerster bij Voet- en Wondexpertisecentrum te Genk. En een tijdje geleden organiseerde zij de verkiezing van Miss Best Model in de Filipijnen. Dames en heren, Annelien Garcia. En ook wat mannelijk schoon moet er natuurlijk ook bij zijn. Na zijn benoeming als Mr. Nederlands Limburg in 2017 had hij een mooi jaar met diverse opdrachten, presentaties, modellenwerk, fotoshoots, noem maar op. En daardoor is zijn modellenwerk nog sterker geworden. En naast zijn titel als Mr. Nederlands Limburg ligt hij nu ook in de race voor de titel van Mr. International The Netherlands Senior. We wensen hem daarop heel veel succes bij. Verkiezing die doorgaat op 17 juni in Barendrecht. En die datum is net vrijgegeven. Dames en heren, Bjorn Hagen. Ja, en onze volgende jurylid, die weet als geen ander hoe het is om hier te staan op een catwalk. Miss Manneke 2016, Miss Nederlands Limburg in 2017, maar ook de Miss Limburg Internationaal in 2017. Voor haar was het een jaar vol fotoshoots, modeshows en acte de présence. En vanavond zal zij haar titel als Miss Limburg Internationaal overdragen aan de nieuwe Miss. Ook haar zal het zeker niet het laatste avontuur zijn, want ze vertrekt binnenkort, eind april is het als ik het goed voor heb, naar Korea, waar zij Nederland zal vertegenwoordigen tijdens de verkiezing van Miss Super Talent of the World 2018. Dames en heren, Heyandra Eikelenberg. In de vorige act konden we de directrice van Models Inc. International ook aan het werk zien, mevrouw Jocelyn Panes. Maar Jocelyn kan dat niet alleen doen. Dus zij heeft soms een rechterhand en een linkerhand en soms twee linkerhanden en twee rechterhanden nodig. En daarom heeft ze natuurlijk ook een assistente. Een assistente die altijd in de weer is met alles en nog wat.
In 2014 werd ze gekroond tot Lady Benelux en assistente bij Models Inc. International. Dames en heren, Vicky Sagan. Ons volgend jurylid wel, die houdt zich bezig met een full support en service van shoots, styling, make-up events, fotografie. Dames en heren, Johnny Hendricks. En ons volgend jurylid is inmiddels een vast en bekend gezicht aan de jurytafel. Hij is de catwalk coach van de Nederlandse missen. En naast zijn werk als catwalk coach is hij ook een professioneel danser en choreograaf. Zo is hij onder andere te zien geweest in diverse bekende tv-programma's zoals So You Think You Can Dance of Dance, Dance, Dance. Hij werkte samen met verschillende artiesten zoals onze eigen Stromae, maar ook Ferry Corsten en Armin van Buuren. Eind 2019 zal hij ook te zien zijn als special dancer in een nieuwe bioscoopfilm The Bouncer met niemand minder dan Jean-Claude Van Damme. Ook maakt hij vaak deel uit van projecten voor bijvoorbeeld Make-A-Wish Foundation en de stichting Save the Children. Dames en heren, Marvin Haar. Ik denk dat ik iedereen gehad heb, buiten één iemand, een belangrijk iemand vandaag. En dat één iemand wel voor haar startte het avontuur in 2014 was dat. Dat jaar werd ze gekroond tot Miss Fotogeniek. Daarna werd ze eredame bij de Misses Deluxe verkiezing. Ze werd rechtstreeks doorgezonden naar de Amerikaanse verkiezing Misses Universal Elegance, waar ze de top 5 haalde. Vorig jaar stond ze nog op de cover van een missenmagazine in LA. En dit jaar zal zij de Benelux vertegenwoordigen in Tenerife voor de verkiezing van Woman of the Year. Daarnaast zetelt ze natuurlijk heel graag in de jury en is zij ook onze voorzitter van de jury vanavond. Dames en heren, Christel Hendricks.